Kan je even heel kort vertellen wie je bent? Ja, ik ben Hans Boslaar en ik ben amateur-archeoloog. Ja. Ik ben gepensioneerd en mijn hobby doe ik filmen, detector lopen en dergelijke. Ja, maar dat doe je al sinds 1979, vertelde je net toen ik binnenkwam. Ja, dat klopt. Ja, en wat mij dus opviel op Instagram is dat jij ook, achter je zie je al allerlei potjes en pannen en borden. Ja, ja. Maar jij hebt ook allerlei Middelburgse vondsten zo van sinds 1979. Hoofdzakelijk uit Middelburg en dat kwam. Nu is de grond allemaal vervuild zogenaamd, dat wordt allemaal afgevoerd. En vroeger werd de extra vervuilde grond werd dat wel afgevoerd, maar de mindere niet. Dat ging buiten de stad op een stortplaats. Ja, ja, ja. En aangezien ik veel op een stortplaats zocht, heb ik ook veel gevonden. Ook veel metaal, maar ook aardewerk. Ja, ja, ja. En dergelijke. Ja. Maar nu staan we hier voor één kast. Je hebt meerdere collecties, maar er zie je oude tegeltjes. Maar wat zien we daar nou? Ik zie daar ook allemaal poppetjes. Ja, dit zijn poppetjes. Dat zijn... Dit is Maria met kind. Deze. Oh, wacht even. En dat is van pijpaarde. Dat is een speciale aarde is dat. En ja, die vind je dus als je aan het zoeken bent op het blote oog, vind je dat. Maar is dit nu allemaal Walgers of is dit allemaal Middelburgs wat ik hier zie? Dit is allemaal Middelburgs. Dit is natuurlijk allemaal spul wat je hoofdzakelijk in stukken vindt. En dat restaureer je een beetje. En ik vind het al gauw goed voor mijn eigen. Want het is voor mij, het is niet voor de handel. Hans, we zijn nu een etage hoger, want je hebt het op verschillende plekken staan. Dit is een soort werkkamer waar we nu zijn. Ja, hier voel ik me eigen thuis. Dit is mijn domein, zeg maar. En er staat niet dit, maar er staat van alles. Wat ik ooit verzameld heb en gevonden heb. Hier heb je theepotten, die komen weer van een vuilnisbelt af. Deze fles. Die komen uit de vest, een zegelstempel. Eens even kijken. Die gebruikten ze om brieven mee te... Vroeger werden dat dingen verzegeld. Als je een brief had in, dan deed ze die verzegelen. Dan hadden ze was, vloeibare was. En die deed ze dat over het couvert en de dingen heen. En dan drukten ze die stempel erop. En dan hing die stempel zo en dan had je dit over. Het ziet er net uit alsof het net gemaakt is, joh. Je weet inmiddels heel veel van de geschiedenis, maar eigenlijk, en je vertelde net, je hebt vroeger nog bij Bordaar gewerkt, bij de prik, ja, gieterij, in de convectie. Ja, ja, allemaal. En op de Neeltje Jans, dus eigenlijk je bent geen archeoloog van opleiding, maar je bent het zo zachtjes aan, je hebt later wel je werk van ja, kunnen maken. Ja, natuurlijk, want in het begin weet je helemaal van niks. Ik heb enorm veel naar de bibliotheek geweest. Die heb ik ooit gevonden. Oh ja? Ja, deze. En het is een uniek stukje. En dat is een Romaanse kandelaar. En het was helemaal plat met de detector gevonden. En vervolgens heb je dat dan toch weer, toen zag je opeens wat het is. Ja, gedaan, maar ik heb er niet meer hoor. Meshefjes en dergelijke, ja. Maar Hans, jij bent nu dus sinds kort ben je ook begonnen met Instagram. Onder welke naam opereer je daar? Stefanus Boslaar. Maar Hans, nu zijn we dus inderdaad in een kleine kelder. Ik kan er niet staan, jij kan er niet staan. Ja, ik kan er kijken. Ik heb een millimeter nog niet. Maar dit is inderdaad een soort werkplaats hier. Dit is mijn werkplaats wat ik altijd... Want ik ben natuurlijk conservator, had je toen een keer over. En hier heb ik al veel spul schoongemaakt en geconserveerd. Zie ik dan ook een soort aquarium of wat is dat nou achterin? Dat is de vijver van buiten. Oh, dat is ook wel grappig zeg. Er zitten medicijnflesjes bij, inkpotjes. Die zijn allemaal voor de oorlog. Alhoewel, ze zijn wel lang gebleven hoor, met die tuintjes. We zijn inmiddels verplaatst naar de tuin. Ja. Maar wat zei je nou, wat zijn dat voor moppen? Dat zijn moppen en die komen uit 1400 ongeveer. Je bent noemen ze dat tegenwoordig, duurzaam en hergebruik van allerlei oude materialen? Ja, ik gooi niks weg. Nee, maar je gebruikt het ook echt als, om te bouwen. Ik doe het... Maar net als hier die dorpel. Dorpel ook, die komen we ook wel ergens tegen. Dat is hartstikke oude steen dit. Dit te gebruiken als barbecue, zeg maar. Ja, nou, perfect. Nee, dan gaan we hier nog een andere afdeling. De bovenste rij, dat is allemaal van een vuilnisbelt, wat ik allemaal verzameld heb. En hier zitten nog diverse andere. Die lepeltjes, ja, die vind je ook met een metaaldetector allemaal. Maar Hans, nu zit ik toch even na. Kijk, dan zie ik hier eigenlijk alleen maar voetjes. Dit zijn echt glasscherven. Ja, waarom is dit voor jou nou waardevol om dit nou nog te bewaren? Dit is opgegraven met even deze buiten beschouwing gelaten.
En hier ook, dit allemaal, al dat glaswerk, al die voetjes, dat komt van het oude ziekenhuis af. Oh, dit is in de Noordpoortstraat? Ja, dit komt van een kluster. Daar heeft waarschijnlijk een herberg gestaan. En dat is allemaal daar gedumpt, zeg maar. Van een herberg, dat is heel interessant voor Middelburg Dronk. Ja. Maar dat is al een poosje geleden, hoor. Maar ik zie bijvoorbeeld ook kranen. Dat is allemaal 1700 spul, hoor. Maar die kranen dan? De kranen zijn weer opgepikt met de detector. Die komen ook weer van een vuilnisbelt. Maar, dus al dat spul van een vuilnisbelt. Wat is dat, begin 20e eeuw of zo? Ja, dus 1900 zoveel. Ja. Maar kijk, tegenwoordig heb je van de kardenenspul. En nou, vroeger was het zo, hè. Brandspuit, zeg maar. Het is buiten gewoon, zeg. Ja. Ja, de kans is klein dat je ze nog completer kan maken dan dit, toch? Ik ben ook liefhebber. En sommige mensen die willen allemaal stukken hebben die compleet zijn. Ja. Ik ook natuurlijk, in principe. Maar ik kan hier ook mee leven. Ja. Heel goed zelfs. Want het heeft toch altijd iemand in zijn handen gehad. Ja, jij bent echt... Er is uitgedronken. Wie heeft er uitgedronken? Ja, maar dat zei je net. Eigenlijk een van de dingen die jou het meest fascineert van archeologie en zo, is eigenlijk hoe de mensen vroeger leefden. Dat is waar jij mee bezig bent. En wat voor spullen ze hadden. En dat hoeft niet allemaal duur spul te zijn. Dat mag ook heel eenvoudig zijn. Maar dan komt er ooit graaft iemand dit op. En dan denken ze ook, hoe leefde die man dan? Die heeft zoveel glazen. Ja, dat kan, maar ja, ik weet het niet.